Hallo, ik wou het vandaag eens heel kort hebben over gelukkig zijn. Want het is wel een struggle waar ik zelf heel lang tegenaan ben gelopen. Aangezien ik vroeger dat er echt een missie van had gemaakt of zo om op zoek te gaan naar hoe kan ik nu toch gelukkig zijn. Want ik voelde dat dat voor mij heel moeilijk was. Ik was heel veel vanuit een staat van tekort bezig. Dus dat wil zeggen, ik zag altijd wat ik niet had. En ik zag altijd wat ik tekort had of wat ik tekort was als persoon. En dat maakte eigenlijk dat ik dat geluk ook altijd buiten mezelf ging zoeken. Dus wat kan ik doen om gelukkig te zijn? Of wie moet ik zijn om gelukkig te zijn? Of als ik dat bereikt heb, dan ben ik gelukkig. En ik moet heel eerlijk toegeven, zo werkt het dus niet. Nu heb ik die staat wel bereikt. En het is echt een staat van zijn. Het komt van binnen. Zolang we geluk buiten onszelf zoeken, gaat het niet komen. Weet je, dan is het een leuk gevoel van enthousiasme, wat door een externe omstandigheid wel eventjes kan plaatsvinden. En dat is mooi, dat mag er zijn. Maar echt geluk komt van binnen. En dat creëert jezelf. Dat is iets wat ik lang niet heb geweten, want ik dacht echt dat ik het moest gaan zoeken. Het was voor mijn zoektocht. En ik merk dat veel hoogsensitieve personen hier tegenaan lopen. Van, we geven onszelf zo weg en we gaan onszelf zo klein maken, anderen hoger zetten dan onszelf, dat we dat geluk ook onmogelijk kunnen vinden in onszelf. Want als wij andere mensen steeds groter maken dan ons eigen, ja, hoe kunnen wij dan het goede van onszelf zien? En hoe kunnen wij dan voelen dat we genoeg zijn? En hoe dat geluk voelt? Het ding is, we vinden het zo belangrijk wat andere mensen van ons vinden, van ons denken. En dit is echt iets waar veel HSP's tegenaan lopen. Dat ik dit toch wel even wou delen. Ook, dit is ook mijn struggle heel, heel lang geweest. En ik denk dat het misschien daarom toch wel weer inzicht kan geven om eens heel even te kijken van ja, waar ga ik het inderdaad zoeken? Hoe kijk ik naar gelukkig zijn? Zoek ik dat buiten mezelf, ja of nee? En ga ik kijken van ja, weet je, als ik dit heb bereikt, of als ik dat heb behaald, of als ik daar sta, of als ik die functie heb, of als ik die auto heb, dan ben ik gelukkig. En zo werkt het niet. En je moogt gelukkig zijn door die dingen, hè? Nieuwe dingen verwezenlijken. Daar mag ook een gevoel van trotsheid overheersen. Maar het echte diepe geluk, dat zit er even goed, ook al heb je dat niet. Dus als ik nu bijvoorbeeld een nieuwe auto zou willen. En ik zou mijn geluk daarop baseren. Ja, dan ben ik altijd ongelukkig. En als ik die auto heb, dan ga ik zien dat dat niet mijn geluk van binnenuit vervult. Het is gewoon even enthousiasme. Maar als ik echt gelukkig ben, of ik die auto nu heb of niet, en ik voel even goed van binnen, ik ben gelukkig, dan is dat ook oké. Okay. Dan kun je ook die verlangens hebben. En dan kun je dat ook gaan aantrekken. Want als we komen vanuit een staat van tekort, dan is dat ook wat we gaan aantrekken. Dat is het enige wat we zien. Ons onderbewustzijn is zo geprogrammeerd om daar naar te kijken en om steeds overal het tekort in te zien. Wat we dus kunnen doen om dat gevoel van dankbaarheid en overvloed te gaan creëren, zelf tot stand te brengen, is door dat in heel veel kleine dingetjes te gaan implementeren in ons leven. En dan creëert je het gevoel van, voor mij is het gevoel van dankbaarheid en overvloed, is voor mij gelukkig zijn. Ik voel dat alles wat ik heb goed is, dat ik genoeg ben als persoon, dat, ja, dat ik gewoon een geweldig leven heb. Ik ben er heel, heel dankbaar voor. En dat is gelukkig zijn. En ik wil u vragen, ga eens op zoek naar wat je kunt doen om meer dankbaarheid en overvloed in je leven te creëren, tot stand te brengen, te genereren. Ga er eens mee aan de slag. Deel uw bevindingen hieronder, want er zijn misschien leuke tips die voor andere mensen ook weer nieuwe ideeën kunnen geven. Ik vind het heel leuk om ook jullie inspiratie hierover te krijgen. Zelf werk ik met een dankbaarheidsdagboek en probeer ik overal, echt overal heel bewust,
het positieve in te zien, het goede in te zien en heel, heel veel dankbaarheid te hebben voor alle kleine en grote dingen die er zich afspelen. Dat geeft ook een beetje een gevoel van vertrouwen. Dus ik ben benieuwd naar jullie reacties en ik kijk er naar uit om snel meer te horen. Groetjes!